Nou, daar zijn we dan weer. Dit is nieuwsuitzending nummer 2. En wat ik gedaan heb, is ik heb opnieuw jij in de ronde gekeken. En een aantal dingen eruit gelicht. Ja, nu jij, dat kan je dus zo vinden. Dit is pagina 141 dingers, of het pagina. Dit is gewoon de URL. Ja, iedereen kan er gewoon bij. Het staat natuurlijk steeds weer wat nieuws op. Maar wat ik dus nu gevonden heb, de eerste is deze. Ik zal hem even een beetje groter bijpakken. Kijken of hij nou eindelijk kan. Is nog niet helemaal. Zo moet hij. En dan stonden tapjes. Dat maar weer. Zo moeilijk, hè? Even kijken. Dit proberen we dan. En dan zo. Ja, precies. Nou, dit is een bericht en dit is dus van de Volkskrant. En ik wil het eventjes logisch uit elkaar gaan peuteren, als jullie dit niet erg vinden. En laat ik beginnen met te zeggen dat ik heb voor 10 dagen geleden nog met een Marokkaanse man gesproken. Dat was een ontzettend leuk gesprek. Mij doet het er echt helemaal niet toe. En dit is dan typisch weer zo'n uiting van onze fijne overheid die ons een probleem zit aan te praten met Marokkanen. En wat in ieder geval een Marokkaans probleem is, en daar stond die Marokkaanse man ook nog even bij stil, is dat ze met name de analfabeten uit Marokko naar Nederland stuurden. Dus juist als je niet kon rekenen of schrijven, allebei niet kon, juist dan mocht je naar Nederland. En daar was ook een hele goede reden voor. Want ze hadden domme mensen nodig om ongelooflijk gevaarlijk werk te doen. Wat Nederlandse arbeiders wel wilden doen, maar die wilden dan wel beschermende kleding en niet te lang per dag. En regelmatig medische controles en zo. En die Marokkanen, vermits ze dan op voorwaarde dat ze dan dom waren natuurlijk, die konden ze dan wel al dat smerige werk laten doen. En toen zijn de hele hordes van Marokkanen met een laag IQ, in ieder geval analfabetisch, misschien zijn ze wel slim, maar ze hebben geen taal geleerd. Net iets als leren lopen, dat moet je ook doen voor je eerste. Dan moet je niet pas op je 12e mee gaan beginnen. Maar nu even wat ons kabinet hier van zegt. Dat gaat dan om deze man, Mark Rutte. Begrijp niks van hem. Kijk hoe dit groot kan. Ja, dat is iets rustiger. Ik begrijp niks van deze man. Ik weet niet wat hij wil. Ik weet niet wat hij wil met Nederland. Of niet. Vaag. Hij heeft wel een mooi brilletje. Zo'n brilletje van. Nou, niet zo'n bril als ik heb. Hij heeft een beetje min brilletje. Ah, min anderhalf of zo. Volgens mij kan hij zonder bril ook wel goed praten. Ik ga even voorlezen. Er is geen Marokkaans probleem, wel vaak een probleem van Marokkanen. Ja, dat. Hier, de logica van deze zin snap ik niet echt heel goed. Want als je dus vaak een probleem met Marokkanen hebt, als je vaak een probleem met Marokkanen heb, dan is er dus temporeel een Marokkaans probleem.
Dan staat hier, maar dat is dus niet zo. Hè. Dat is dus vaak een probleem met Marokkanen. Maar er is geen sprake van een Marokkaans probleem. Dat zegt ons kabinet. En dan de tekst. Agressie en onsportief gedrag in het amateurvoetbal is een probleem. Erkennen ministers. Welke ministers dat zijn, hoeven we niet te weten. Is gewoon iemand, het kan ook gewoon een ex-minister zijn, weet wij veel. Iemand die minister wil worden of zo. Maar meer dan één. Staatssecretarissen, kennelijk, die waren toen aan het barbecue of zo. Dus er zijn bepaalde ministers wiens naam we niet willen noemen, want vanwege de wet van de privacy. En ja, vaak zijn daar voetballers met een Marokkaanse achtergrond bij betrokken. Ja, dan kan je dus van afvragen, wat is een Marokkaanse achtergrond? Volgens mij betekent het gewoon dat je een mokro bent. Zo'n schijnboeddhist of zo. Wat is een Marokkaanse achtergrond? Je bent trots op je achtergrond. En we hebben het hier over mensen die zijn niet trots op hun achtergrond of zo. Dan komen ze dadelijk wel weer terug. Maar je moet trots zijn. He, dus als je Marokkanen wel eens hoort zeggen van respect, respect. En hebben die mensen gelijk? Marokkanen, dat zijn de Hollanders van Afrika. En wij zijn de Marokkanen van Europa. Kijk maar naar de geografie van die twee continenten. Marokko heeft een hele mooie cultuur, daar hebben we niks mis mee. Marokko heeft een hele mooie multiculturele samenleving gehad. En er wonen gewoon Mohammedanen, mensen van Joodse afkomst, christenen, dat is één grote mikmak. En geen oorlog of zo. Gewoon tomaten laten groeien. En lekker eten. En een beetje respect hebben voor elkaar. Maar nee, er is geen sprake van een Marokkaans probleem. Met eenzelfde stelligheid waarmee leden van het kabinet hun zorgen uiten over het wangedrag op sportvelden, zetten ze zich af tegen de ongenuanceerde uitspraken van voetbalcommentator Johan Derksen. Dus wat staat er nou eigenlijk? Met eenzelfde stelligheid waarmee leden van het kabinet hun zorgen uiten over het wangedrag op sportvelden. Even denken. Oh, hebben de ministers. Even kijken hoor. Het ging ze over agressie en onsportief gedrag in het amateurvoetbal. Dat is een probleem. En met diezelfde stelligheid zetten ze zich af tegen de ongenuanceerde uitspraken van voetbal. Oh, nou snap ik hem. Ja. En dat onze ministers. Hè? Ik heb liever... ik werk voor voetbalverenigingen en daar zijn gewoon huisvaders. En als er jongetjes zijn die zich misdragen, dan is het bats, bats, bats. Afgelopen ermee. Ga jij maar thuis naar mama. Ga maar huilen bij je moeder. Ik heb wel, en die scheidsrechters, die houden het allemaal prima in de gaten. Maar onze ministers, die dan een of andere balken en de norm keer anderhalf verdienen, ja, die gaan zich dan... Een grote stilligheid. Uiten we onze zorgen over het wangedrag op het sportveld. Flikker op. Ga dit land besturen. Bemoei je niet wat er op die sportvelden gebeurt. Laat het over aan die mensen zelf. Moet je daar even nog een biertje aan pakken hoor, uit de koelkast.
Heb ik de muziekje, anders knip ik het er trouwens gewoon uit. Dan maak ik het uit. Derksen, dat is dus die, ik vind het altijd vervelende gewoonte. Hij is dus Johan Derksen en die wordt dan hier Derksen genoemd. Er moet gewoon staan Johan Derksen, comma, hierna te noemen Derksen. Maar goed, Johan Derksen zei maandag in het RTL-programma Voetbal Insight dat clubs naar de kloten zijn gegaan doordat Marokkaanse jongens de overhand kregen in de selectie. Hij voorzag zelf al dat hij voor racist zou worden uitgemaakt. De kritiek was inderdaad niet van de lucht. Na 4 dagen van maatschappelijk debat. Oh, godsamme. Er zit die lul van een Johan Derksen. Die zit een beetje te eikel op tv. Hij mag dat helemaal niet zeggen, dit soort dingen. Hij mag zich er helemaal niet mee bemoeien. Want het gaat niet om Marokkaanse jongens. Het gaat erom dat die Marokkanen die zijn vernukt. En hier naartoe gesleept. Om zich kapot te werken in de Rotterdamse havens. En heeft er kapotte gezinnen opgeleverd. En boze kinderen. En die rekening, die hoef ik niet te betalen. Want ik heb die mensen namelijk niet hier naartoe gehaald. Ik heb me ook nooit bezig gehouden met slavernij om dezelfde reden. Ik ben niet schuldig. Maar iemand anders wel. Maar het gaat niet zozeer om Marokkaanse jongens. Het gaat om jongens en die zien helemaal geen, die zien er geen gat meer in. Letterlijk en figuurlijk. Ze snappen ook wel dat ze nooit een wijfje zullen neuken met een leuk gezin erachteraan. Dat ze hier een beetje maatschappelijk ten dode zijn opgeschreven. Al was het alleen maar omdat ze de taal niet spreken. En ze ook geen Arabisch kunnen en ook geen Berbers kunnen. Ze kunnen een beetje half gebakken Engels en dan kun je het mee doen. Een soort streettolk. Maar die jongens moet je gewoon eruit meppen. Van je sportvereniging af, laat ik zeggen. En dan moet je niet als overheid mee bemoeien. Als overheid moet je je afvragen hoe dit heeft kunnen gebeuren. En als overheid zou je eens even de rekening op moeten gaan stellen van wat hebben die corporaties, die multinationale corporaties, verdiend aan die massale immigratie. Daar kan je namelijk een rekensommetje van maken. En dan doen we dat keer 100 voor straf. En dat is dan de boete. Zodat ze het nooit meer doen. En dat zou onze overheid moeten doen. En dan gaan ze zich een beetje druk lopen maken over wat er op detailniveau op een voetbalveld in Sint-Tjerkstraat deel heeft afgespeeld. Met die homo van een scheidsrechter. En de laatste bedoel ik als grapje natuurlijk. Niet dat alle homo's nu gaan bellen van hoezo zijn wij scheidsrechters? Ben je winkel scheidt ons uit van scheidsrechter? Nee, dat bedoel ik natuurlijk niet. Ik bedoel gewoon homo in de ouderwetse bedoeling. Slap Janus. Los het zelf op. En liefde doet veel, hè. Als je die Marokkaanse kutjongetjes... Die gewoon de ruimte biedt. En ze gewoon een, geeft ze in ieder geval het gevoel dat je om ze geeft. Als trainer dan. Hè? En denkt er ook om. En dan, weet je, dan is die ene die is zijn voetbalschoenen vergeten. En jij hebt dan wel een oplossing. En dat komt altijd goed. Stel die Marokkaanse jongens een beetje gerust. En zeg dan van oké, je staat er kut voor, maar je moest eens weten, je Hollandse vriendjes, die zijn er ook kut voor. Dus we maken het uit. We staan er allemaal kloten voor. Dan hoeven we nog geen ruzie te gaan maken. En dat kan je ook doen. Maar daar doet onze regering niet aan. Derksen heeft een punt. Even kijken, wordt het gereden? De minister, de ministers... Van sport en integratie en de premier. Even kijken hoor. De ministers van sport. Oh, je hebt een minister van sport, een minister van integratie en de eerste minister, de premier. En de premier is dan dus die hierboven staat.
die legt het allemaal prima uit. Die gaat gewoon echt vertellen hoe de Marokkaanse jongetjes gerustgesteld moeten worden. En hoe je dat kan doen. En dat het voetballen is er gewoon echt hartstikke goede plek voor. En dan moet je ze wel aanpakken. Derksen heeft een punt, maar biedt geen oplossing, stelt minister Schippers van Sport. Nee. Want Derksen, zijn idee was, weet je wat, we bannen alle Marokkanen uit. Gewoon geen, je bent Marokkaan? Oh, je hebt de voetbal voor jou. Ga jij maar leren poelen. Of zo. Alle Marokkaanse jongens mogen niet meer voetballen, maar ze mogen dan wel op donderdag, op een speciale Marokkaanse avond, nog volleyballen. Dat ziet Johan Derksen dan. Ja. Ja, deze Edith Schippers, ik ga niet alles voorlezen, maar dit is een hele mooie. Een hond is een dier, maar niet alle dieren zijn honden. Dus wat zegt ze nou? Een hond, dat slaat dus op Marokkanen en probleemmakers. Dus een probleemmaker is een Marokkaan. Maar niet alle Marokkanen zijn probleemmakers. Nou, dat moet je maar durven zeggen. Een Marokkaan is een probleemmaker. Dat mag toch helemaal niet? Minister Asscher, het gaat ontzettend hard regenen buiten. Derksen scheert bewust, tussen aanhalingstekens, mensen over één kam, reageert minister. Oh ja, minister Asscher van Immigratie. Oké. En Edith Schippers is dan van Sport. Oké, dat snap ik, ja. Een minister van Sport. Oh mijn god. Wat erg is het allemaal. Dat verdienen ze niet. Dat verdienen de Marokkanen niet. We moeten kijken naar het gedrag en niet naar de groep. Dus hij denkt er anders over dan collega Schippers. Nee, zij is net als ik tegen het stigmatiseren van een hele groep. Ja, maar we doen het wel. En we doen er helemaal niks aan. En je gaat vooral niet stilstaan bij het feit dat die fijne Nederlandse overheid, die heeft gewoon toe zitten kijken hoe dit probleem aan het ontstaan was. En die zaten allemaal fijn in hun BMW'tjes, in hun donkerblauwe autootjes, te scheuren van de KNVB naar het gemeentehuis en weer terug. Ach, het is allemaal zo erg niet. Als amateurvoetballers van Marokkaanse afkomst zich beledigd voelen, moeten ze een brief schrijven naar Johan Derksen, zegt premier Rutte. En gebruik die negatieve energie ten positieve door in je omgeving goede voorbeelden te prijzen en mensen die wangedrag vertonen daarop aan te spreken. Nou, meneer Rutte, wat dacht je van je eigen? Je leugenaar die je bent.
donder en bliksem, zeg. Nou, gaan we nu weer lekker door. Even kijken, dan moet je nou eens terug uit de dingels. Ja. En dan krijgen we nu de volgende. Deze is ook prachtig. Even kijken of die site ervoor kan halen. Dit is hln.be. Gewoon zo'n officiële site uit België. En ik. Dit gaat dan over een Oostenrijks luxe hotel. Ik lees het gewoon even voor. In een Oostenrijks luxe hotel dat werd omgevormd tot opvangcentrum voor migranten, is een dodelijke ziekte vastgesteld. De aandoening wordt verspreid door luizen en is uitgebroken bij een Somalische vluchteling. Nou, nu snappen jullie al dat je nu echt denkt van, oh nee, dit wordt lachen. Want nu snap je hem al, hè? Dit is een typische overheidswebsite en die vertelt altijd nooit wat er echt aan de hand is. Want wat missen jullie nu ook al? Hè? Ik geef jullie even 3 seconden, hoor. Ik zal het nog even voorlezen. De aandoening wordt verspreid door luizen en is uitgebroken bij een Somalische vluchteling. Ja, dus wat we in ieder geval missen is de naam van de Somalische vluchteling. En kwam die uit Noord-Somalië? Ja, welke stad uit Somalië? Waarom is die überhaupt gevlucht? Dat is gewoon een vluchteling. Ja. En die is dus verspreid door luizen. Hè? Ja, welke luizen? Er zijn luizen gevonden. Hebben wij dan foto's van die luizen? En wat voor luizen waren dat? Kom maar op. Hoeveel soorten luizen denk je dat er zijn? Maar goed, we noemen die 2 luizen, heten dus Piet en Kees, om te zeggen. Dat waren... Piet en Kees, die 2 kutluizen, die hebben die aandoening verspreid. En die zijn toen uitgebroken bij een Somalische vluchteling. Deze eerste zin in een Oostenrijks luxe hotel, dat werd omgevormd tot opvangcentrum voor migranten. Dus je had eerst een luxe hotel, maar nou niet meer. Oké. Nou goed, ik zal het jullie vertellen wat hier de crux van is. Wat er gebeurd is, dat kan niet anders. Dat zullen jullie echt. Ik ben er niet bij geweest, hè? Dan laat ik dat vertellen. Ik analyseer alleen maar wat ik lees. Hè? Maar wat er gebeurd is. Ze hebben dus een of ander voormalig luxe hotel. Er kwam helemaal geen hond meer. Helemaal crisis. En daar heeft de overheid van een appel en een ei eventjes overgenomen. En daar hebben ze allemaal vluchtelingen ingedumpt. En daar hebben ze natuurlijk ook een of andere arts opgezet. En die arts die heeft dus een aandoening vastgesteld bij iemand uit Somalië. En die aandoening, daarvan wist die arts dus kennelijk van, hey, die wordt verspreid door luizen. Nou, en een van de allerbelangrijkste, of meest bekende aandoeningen, die heet tyfus. Krijgt de tyfusklering, tering, zei ze in Amsterdam. Krijgt de tyfus, man. En als je de tyfus hebt, dan ben je gewoon de lul. En dat is een ziekte die wordt verspreid door luizen. Het zal wel tyfus zijn. Dus dat had gewoon moeten staan in een voormalig luxe hotel, nu opvangcentrum voor migranten, is tyfus geconstateerd. En dat betekent dus dat er van die bepaalde luizen, ja, die lopen daar eens in de rondte. Dat is even lekker leuk. Dan ga je die vreet je helemaal kapot. De
De patiënt had te kampen met hevige pijn en hoge koorts. Hij was ondergebracht in het exclusieve hotel Koblenz. Kobenzel in Salzburg. Door de grote toestroom van migranten werd dit omgevangen tot op... Oh, wacht eventjes. De patiënt had te kampen met hevige pijnen en hoge koorts. Hij was ondergebracht in het exclusieve hotel Kobenzel in Salzburg. Heb je dus de... Hij was dus besmet met iets van tyfus. Iets waar ze zich zorgen over maakt. Want ze hebben het over een uitbraak. Het is uitgebroken. De aandoening is uitgebroken. En hij was er toen hij er werd ondergebracht, was het nog een exclusief hotel. Maar door de grote toestroom van andere migranten dan dus, want het was een patiënt die werd er naartoe gebracht. Het klopt helemaal niet. Rare tekst is gewoon paginavulling. Door de grote toestroom, hebben ze hier al gezegd. De Somaliër werd op doktersadvies overgebracht naar de spoeddienst van een nabijgelegen hospitaal. Onderzoek wees uit dat hij leidt aan een dodelijke ziekte die verspreid wordt door luizen. Ja, ook dodelijk is hij ook nog. Als deze niet behandeld wordt, is er een risico van 40% dat de patiënt het niet haalt. Zelfs bij behandeling leidt 1 besmetting op 20 tot de dood. Oké, dus zelfs bij behandeling. Nee, 40% dat je het niet haalt. Als je behandeld wordt, heb je 95% kans. 1 op de 20 is 5%. 95% kans. Nou, is toch mooi? De kamer van de Somaliër werd meteen ontsmet. Matrassen en andere spullen werden vernietigd. Andere mensen die in het hotel verblijven, moeten hun kleren een kookwas geven. Ze worden ook gecontroleerd op luizen. Hulpverleners moeten beschermende kledij dragen. Ja. De Amerikanen zeggen dat zo grappig, hè? Cyclone B, everyone. Daar was het Cyclone B voor bedoeld. Hè? Dus om luizen te doden. Dat was een groot probleem in die kamp. De autoriteiten in Salzburg zeggen dat ze sinds de grote toevloed van migranten ziektes hebben vastgesteld die in Europa waren uitgeroeid. Deze luizenziekte. En dit is dus verkeerd gequoteerd. Hier kan je zien dat de leugenaar toch een beetje de kriebel krijgt. Dus een luizenziekte bestaat niet. Dat was vroeger, noemden we dat zo. Tegenwoordig hebben we echt aandoeningen. Daar heb je hele boeken van. En zelfs heb je waarschijnlijk, de Europese Unie heeft denk ik wel alle aandoeningen inmiddels genummerd. En je hebt gewoon aandoening A500C sub 3 gecombineerd met die en die. Dan heb je recht op die en die pillen of zo. Conform je verzekering natuurlijk. Hè? En een luizenziekte is geen ziekte. Gewoon de tyfus of zo. Zijn jullie dat met me eens? Moet ik alles nog een keer herhalen? Nee. Nou, dan gaan we lekker verder. Is ook prachtig. Ik heb dit filmpje nog niet bekeken. Maar dan, als ik het saai vind worden, breek ik het af. Oké? Okay? Het wordt denk ik wel.
In Wiener Audimax ist es am Abend während einer Aufführung des Theaterstücks Die Schutzbefohlenen von Elfriede Jelinek zu einem Zwischenfall gekommen. Es gibt bis jetzt noch kein bewegtes Material, aber wir haben über Twitter ein paar Fotos erhalten, die wir Ihnen zeigen können. Das Stück wurde von Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak aufgeführt und während sie auf der Bühne waren, haben etwa 30 Anhänger der rechten Bewegung der Identitären die Bühne gestürmt, Transparente entrollt und offenbar Kunstblut verspritzt. Besucher des vollbesetzten Audimax haben die Identitären hinausgedrängt und die Polizei verständigt, die jetzt nach den Unruhestiftern fahndet. Die Flüchtlinge haben sich dann nach einer kurzen Unterbrechung entschieden, das Stück fertig aufzuführen. Oh, dat was het. Oh, ik dacht dat je ook nog even ging zien hoe het dan gebeurd was. Helemaal geen filmpje of zo. Maar waar gaat het om? Er is een opvoering geweest van vluchtelingen. En die hebben dus een stuk opgevoerd. Van een Nobelprijswinnaar. Nou, bij Nobelprijswinnaar denk je onmiddellijk aan. Hè? Wat nou, Nobelprijswinnaar? Hop, noem een Nobelprijswinnaar. Ja, Barack Obama. De grote bommengooier. Nobel had er ook de buskruid uitgevonden, weet je dat ook nog? Nou, en dan hebben ze dus een stuk opgevoerd en dat heeft Elfriede Jelinek. Nou, als dat geen Joodse naam is, dan is mijn achternaam ook niet Duits. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar het lijkt me wel. Lijkt me wel zo'n deftige dame. De Jelinek Kliniek hebben ze mijn vader in opgesloten. Dus, ja, niet dat ik ben niet wraakzuchtig of zo. Ben jij gek? Mijn vader zei tegen mij, nou jongen, het is hier best wel leuk. Ja, het is wel zo, af en toe duimpelt er iemand van de wenteltrap naar beneden. En dan, ja, dan ligt hij zo op het marmer. Nou, en dan komen er van die mannen aan, van die witte jassen. En die ruimen die rommel dan op. En dan zetten ze de palmboom weer terug. En dan ziet het er allemaal weer hartstikke goed uit. En mijn vader had zoiets van, ja, ik loop gewoon de wenteltrap gewoon omhoog en omlaag. Mijn vader maakt het niet zoveel uit dat hij er een tijdje over deed voordat hij helemaal beneden was. Maar andere medebezoekers van de Jelinek Kliniek, die dachten er anders over. En die namen gewoon de lift. En die duikelden gewoon van 3 hoge. Snel gebeurd hoor. De valversnelling in Nederland is 10 meter per seconde kwadraat. Dus reken uit je snelheid. Waarmee je dat marmer goedendag gaat zeggen. Maar goed, ik dwaal af natuurlijk, zegt iedereen. Ze schreef een stuk in 2013. Nou, dan kan je wat mij betreft nu al naar huis. Dat is een stuk van eergisteren. En dat schreef ze naar aanleiding van de bezetting van een Weense kerk door 60 wanhopige vluchtelingen. Nou, die Weense kerk, het is een Weense kerk. Ik zou graag willen weten wat voor een kerk. En dat zal wel een katholieke kutkerk geweest zijn. En vluchten in de kerk, dat was ook zo'n gewoonte in, waar heeft, Rwanda, toch? Met die Hutsis en die Tutus en Hutus en Tutsis. Er zijn ook van die wanhopige mensen ingevlucht. Hadden ze toen beter niet kunnen doen. Kort daarop verdronken tientallen asielzoekers in de Middellandse Zee. Ja. Ook een kwestie van vernuft, hè? We hebben hier in Nederland een behoorlijke traditie. Met een bootje op en ook met het ijs en zo. Er zijn gewoon mensen door het ijs gezakt en jammerlijk staarden ze nog wel naar de wolkjes, maar ze konden geen adem meer halen. En zo zijn er ook mensen op zee gewoon, ze gingen 's morgens wel weg, maar ze kwamen aan het eind van de dag niet meer terug. En zoals dan toen gezegd werd, de vis wordt duur betaald.
Ja, en als je dan die mensen, als je ziet dat ze met z'n allen in zo'n bootje gaan zitten, ja, zo echt van vol van goede hoop. En maar denken dat het goed komt. Ja, de bittere werkelijkheid is dat dat gewoon niet zo is. Als jij zo'n bootovertocht wil maken, ga er maar vanuit dat de Middellandse Zee, die kan behoorlijk spoken hoor. Dat is van de binnenzee, maar niet helemaal. Je hebt ook eb en vloed. Allemaal kolken en stromingen. Je kan het onweren. Er kan van alles gebeuren. In de Bijbel staat een heel verhaal over een boottocht van Malta. Nee, van Kreta naar Malta. Dat kun je op internet opzoeken. Hoe moeilijk het is. De overlevenden, ja, de sukkels dus, die een fout bootje genomen hadden, die kregen 100 euro van de Italiaanse overheid. Oh ja joh, is die zo rijk. En die werden naar Duitsland en Oostenrijk gestuurd. Nou, dan is dus je 100 euro in één keer op. Als ik mijn dochter eventjes naar Duitsland, ik zeg hier heb je 100 euro, gaan we naar Duitsland en Oostenrijk. Dan kijkt mijn dochter me gewoon glazig aan, dan een paar ben je gek geworden. Mag ik ietsje meer AUB? Minimaal 1000 euro, anders komt ze niet eens meer thuis, man. Oh, naar Duitsland en Oostenrijk gestuurd. De Schutzbefohlenen werd in 2014 opgevoerd tijdens het Holland Festival. En ook toen werden de rollen vervuld door asielzoekers. Oh, 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 oh. Dus die mensen, die komen hier naartoe, totaal verdwaasd. Ze snapten niet eens hoe ze een boot moesten maken. En hier is ze van, hallo, 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 hallo. En dan geven wij ze een baan als toneelspeler. Ja, voor één keer. En ze krijgen natuurlijk helemaal niks. Ze krijgen een broodje. En een kopje koffie. Er wordt een filmpje van ze gemaakt. En dan mogen ze oprotten. En ze creëren daar helemaal niks mee. Dat is een holle informatie. En de NRC, de liefste, moet ik de NRC noemen, de NURK. Dat vind ik zelf het leukste van de NURK. De NURK schreef erover. Aangrijpend is de scène waarin de spelers roerloos op de grond liggen, alsof het aangespoelde lichamen zijn. Hoe kan je dat nou zien? Ik ga nu op de grond liggen alsof ik aangespoeld ben. Sorry hoor. Langzaam richten ze zich op. In een veelstemmig koor reciteren ze teksten over de zee die hen heeft vernietigd. En over het verbod een vrij land te mogen betreden. Oh, 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 oh. Nee, het is niet verboden om hier naartoe te komen, maar we nemen een fatsoenlijke boot mee. Dat is net, ik ga naar Frankrijk op vakantie, ik ben net de grens over en mijn auto gaat kapot. En dan ga ik zitten janken daar. Besanketer. En mijn auto is kapot. Jullie moeten mijn auto repareren, want ik ga naar Frankrijk op vakantie en ik heb geen goede auto bij me, heb je goed begrepen? En anders word ik boos of verdrietig en dan ga ik huilen in Noord-Frankrijk, omdat die Fransen mij niet helpen om naar de Dordogne te rijden. Oh, 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 oh. De Duitse titel, het is natuurlijk, ze heeft, is een variatie van een klassieke tragedie. De smekelingen van Aeschylus. Die heet die Schutzflehende. Schutz is beschutting en vleend is vliegend. Dus beschuttingsvliegend. Dat is een mooi woord. Hierin zoekt een groep vrouwen toevlucht bij de koning van Argos uit angst voor een gedwongen huwelijk.
Nou, dan kan je me veel vertellen, maar wat heeft dat te maken met die vluchtelingen? Ja. Zij zijn bang dat ze daar, dat ze een groot gedwongen huwelijk hebben met dat land, waarin ze dan, ik wil weg van mijn land, ik wil weg van mijn land. Ik wil niet gedwongen worden om in dat land te wonen. Ja joh. En waarom dan eigenlijk niet? Waarom denken die mensen dat het hier zoveel beter is? Hoe komen ze erbij? Dat is gewoon helemaal niet waar. Nou, als je leest die boekjes over ons koningshuis en zo, ja, dat ziet er allemaal wel lekker uit. Maar daar heb je wel mee gehad. Als je gewoon hier in de rondte loopt hier in Nederland. Zo mooi is het echt niet, hoor. Om maar te zwijgen over. Nou ja, dan worden we weer vrolijk. Moeten we niet doen. We houden het gewoon serieus. Dit is een hele leuke. Een aanrandende asielzoeker uitzetten gaat niet zomaar. Ja, dan het fotootje erboven. Dan zie je dus. Dus dit noemen wij dan bondkraagjes. Van die jongetjes die denken van. Dan word ik hier in Nederland, ik vind het helemaal niet leuk in Nederland. Heb ik hier onderin een heel stom balletje en dan kan ik het niet wegkrijgen, maar dat lacht er niet naar. Na een zaak waarbij een asielzoeker een groepje jonge vrouwen aanrandde, wil een meerderheid van de Tweede Kamer dat asielzoekers die een zedendelict plegen het land worden uitgezet. In de praktijk is dat lastig. Nou, dit was echt heel grappig. Dit heb ik voorbereid. Ik heb wel doorgelezen van tevoren. In elk geval, VVD, PvdA, CDA en PVV zeggen een wetswijziging te steunen. Het lijkt me. Even kijken hoor. Dat is toch een Kamermeerderheid? Dit is, er moet toch meer dan 75 zetels zijn. De PVV zit op 45 zetels. Dus ja, dat moet een meerderheid zijn. Dat kan niet anders. Nou, en dat is dus gemeld door de Telegraaf. Deze. Dit is dus de Elsevier. En die heeft dus niet de moeite genomen om zelf eventjes de kamerstukken te raadplegen of zo. Veel. Ja. Ze hebben het niet zelf gecontroleerd. Ze hebben gewoon de Telegraaf. Ze babbelen gewoon de Telegraaf na. Ja, maar dat is dan wel op vrijdag. En momenteel raken asielzoekers hun status pas kwijt als ze na een criminele daad worden veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van minimaal 6 maanden. Nou, die kan je even onthouden. Want zelf zou ik zeggen, mijn dochter is momenteel 16 en die heb ik al heel goed geïnstrueerd en die loopt als het ware in een boerka over straat. Niet helemaal niet echt een boerka natuurlijk, maar ze loopt zedig over straat. Maar stel, die zou gepakt worden. Dan lijkt mij een celstraf onvoorwaardelijk van minimaal 6 maanden heel normaal. Zo'n jongen mag blij zijn. Ik ken het verhaal van een Turkse jongen. En die had zich vergrepen aan een Molukse meisje. En dat had hij niet moeten doen. En die twee Molukse broers die zitten nou in de bak. Maar die familie die houdt die lui wel in leven. En uiteindelijk komen ze wel weer uit de bak. Maar die Turk, daar hebben we geen last meer van. Dit is ook even een mooie. Kijk hoor. Dus die regel raakte in opspraak naar een zedendelict in Almere. September vorig jaar. Twee mannen uit Eritrea, 1920. Zouden tijdens een avond uit in de stad 3 jonge vrouwen hebben ingesloten in een steeg. Waarna ze 1 meisje van achteren op de rug sprongen en hun borsten en billen. Dat klopt.
Dit is toch geen Nederlands? Hoe kan je nou één meisje hun borsten en billen betasten? Had je toch minimaal kunnen zeggen wat hier nou gebeurd was, hè? Ja, en die mannen zijn dus allemaal, die zijn dus veroordeeld, dus die had moeten staan hebben, want ze zijn veroordeeld voor die daad. En het enige wat ze gekregen hebben was een taakstraf en een gedragscursus. Ja. Die gedragscursus voor die Eritreërs, die zou moeten zijn dat ze gewoon die mensen eventjes uitleggen wat dat gevalletje met die Molukkers, hoe dat afliep. En hoe die Turk dat toch echt met de dood moest bekopen. En ik ben tegen geweld, dus er is gewoon helemaal, met mij helemaal geen discussie over mogelijk. Maar ik kan wel goed begrijpen dat die Molukse familie dacht, dit flik je onze dochter niet, klootzak. En reken maar dat die twee broers, of er waren neven of zo, ja, zoek het maar terug. Dat is hier over de rivier, vanuit Arnhem heb je de rivier de Rijn, dan moet je even overheen, een van die dorpen eronder, richting Nijmegen. Waar het niet meer grappig wordt, zeg maar. Hè? Waar Arnhem een beetje ophoudt, zullen we zeggen. Ergens daar. En you believe me, dat die Molukse jongens, die waren met z'n drieën. En die derde was alleen maar de chauffeur. Die heeft ook een milde straf gekregen. En de rest die draaide echt gewoon vet voor lang de bak in. Maar reken maar dat die Molukse jongens eerst even hebben gepraat. Die Molukkers gaan altijd eerst even praten. Alleen, ze praten niet de hele tijd door. En dat doet dus onze regering wel. Die blijft maar lullen. Asielzoekers betrokken bij aanranding. Flikker toch wat. Ik ken een vrouw. En die werkt in het ziekenhuis. Die heeft echt een high-tech baan. Hè? Gewoon, ik heb al jaren niet meer gezien hoor, maar ze had echt een goed huis en zo en een goed inkomen. En ze zei ook echt, ik hou van mijn vak. Dan moet ze al die instrumenten klaarleggen voor operaties, alles helemaal hygiënisch. En, ja, kortom, een heerlijke verhaal. Maar ja, niks voor mij natuurlijk, want ik ben zelf gewoon een smeerlap. Maar ik vind het wel leuk om met zo iemand te praten. En ik zat met haar in zo'n, dat zijn echt een heel stom kutautootje, zo'n klein, ja, veel te klein, ja, zo'n hobbelding, zeg maar. Zoiets waar ik dan momenteel helaas ook in rijd, maar ja, dat is alleen maar vanwege de omstandigheden. Maar zij had een betere auto kunnen kopen in die tijd. Maar dat doet zo iemand dan niet, die vindt het is goed genoeg. Gewoon een heel zuinig levend iemand ook nog. Dus. En ik zat dus bij haar op de achterbank. Want mijn toenmalige vaste vrouwelijke partner, die zat rechts voorin. En er ligt dus op de achterbank, op de grond, daar bij de voeten, een mensenbot. Of in ieder geval, ja, dat bleek niet een echt mensenbot te zijn. Dat was gewoon een ding van Kunststof. En toen zei ze dus, ja, die ligt daar, want als er dan iemand vervelend doet, dan pak ik dat ding en dan mep ik hem op zijn kop. En toen vroeg ik haar van waarom zo'n bot? Nou, zei ze, dan kan ik altijd tegen de politie zeggen dat ik dat bot toevallig in mijn auto had vanwege mijn werk. Aha, dacht ik toen. En kennen jullie die anderen? Je hebt nog niet verteld, hè? Van die, ik praat zo ook gewoon met mensen met een kleurtje, hè? Zo ben ik namelijk gewoon. Ik ben open-minded, hè? Ik ben blank, hè? Dus toen zat ik te praten met een halfbloed Surinaamse vrouw. En zij was barkeepster. En echt zo heel gezond. En een hele mooie huid had ze ook. En die mooie sprankelende ogen. En,
Ja, voor de rest wel. Ja, ze was dan wel barkeepster, maar ze soap zelf niet. Ja, dus dat is dan voor mij alweer niet een pre. Hè? Maar voor de rest, en ze was veel te jong, ook toch. Oh, want dat was eigenlijk het grootste probleem, dat iemand gewoon te jong is. Ik denk van ja, ik vind je wel ontzettend lief en ik zou het wel willen doen. Maar je bent zo jong. Hè? Maar wel leuk gesproken, want zij had dus ook kinderen en ik zo. Oh. En haar dochter, die wilde dan graag de stad in en zo. Die wil al lekker gevaarlijke dingen doen. Lekker op vrijdagavond met iedereen op stap. En zij had gewoon gezegd, ja, kindje, dat mag wel. Maar niet zonder pepperspray. En het kind gezegd, wat? Ja, zei ze, pepperspray. Ja, zei de dochter, maar dat is verboden. Oh, zei de moeder. Niemand hoeft dat te zien. Dus jij gaat gewoon straks naar de borduurwinkel. Je gaat een naald en draad kopen. Je pakt je spijkerjasje. Je gaat er een mooi zakje op maken met allemaal, hoe heet die dingetjes erop? Glittertjes of zo. Draadje er doorheen. Een of ander leuk symbooltje erop. Kies maar wat uit. Hè? En je maakt een mooi zakje. Daar doe je je pepperspray in. En niemand die het ziet. En op het moment dat het gewoon fout loopt, jij hebt je pepperspraytje bij. Dus er gebeurt er helemaal niks. Ja, dat is een mooie mop van Jantje. Dus, Jantje die had zo'n moeder. Hè, en die moeder die ging hem alles uitleggen. En Jantje wilde graag de weg oversteken. En dan ging zijn moeder tegen Jantje zeggen. Ja Jantje, dan moet je wel goed uitkijken. En Jantje zo, wat? Hoezo goed uitkijken? Nou, zei zijn moeder tegen Jantje. Je moet eerst naar links kijken. Dan moet je naar rechts kijken. Dan moet je nog een keer naar links kijken. En dan pas mag je oversteken. Nou, Jantje was stom verbaasd. Hè? Dus en op een dag, Jantje steekt de straat over. En zijn moeder aan de andere kant schreeuwen. Schreeuwen. Dus Jantje helemaal van... zijn moeder, ik had toch gezegd, je moet eerst naar links kijken. Dan naar rechts kijken. Dan links kijken. En dan mag je pas oversteken. En je rent in één keer naar boven. Ja, zei Jantje. Maar ik had heel goed uitgekeken. Zijn moeder zo van, sorry? Ja, zei Jantje, ik heb heel goed gekeken of jij er niet aankwam. Jantje moppen, dat is de allermooiste moppen die er zijn. Nu gaan we het lekker over seks hebben. Ik als internetporno-expert vind het natuurlijk ook geweldig, hè? En we hebben hierboven hebben dus relatieplannen. Dat moet je ook echt... Geweldig. Dat, ja, ik kan het echt niemand adviseren. Nou, wat dit een sokkershop is ook weer... Nou, dat is allemaal reclame. Maar het gaat natuurlijk over dit ding. Hè? Vagina centraal. Het is koffietijd. Nou, dit is ongelooflijk. Wat is het? Welke site? Het is links. Maar dat is echt... Dit moet. Dit is een operation, dat kan niet anders. Ik ga het gewoon even lekker voorlezen. Vagina centraal. Het is koffietijd. Een lekkere biefstukje mag natuurlijk ook. Linker links houdt het liever vegetarisch, maar neemt wel een kopje koffie. Maar zonder dollen, het wordt hoog tijd dat de vagina hoog op de agenda komt. Vagina centraal. Zolang Erdogan maar niet denkt dat het over hem gaat. Loretta durft het eindelijk aan. Het taboe omtrent de vagina moest maar eens doorbroken worden. Ze wordt ondersteund door onder meer Pernille Lalou en Quinty Trustful. Niet de eerste de beste dus. Het vaginale trio zal 5 dagen lang zich meer in de vagina gaan verdiepen en dat aanbieden aan een breder publiek. Dr. Corrie zal ook van de partij zijn, net als Marga van Praag. Dr. Corrie, de schrik van de preutse ouders. Bij haar schieten alle vleeselijke onderdelen van de seks moeiteloos van links naar rechts over het scherm.
We zullen getrakteerd worden op elke denkbare en niet denkbare ongemakken die met de vagina te maken hebben. Het toefje slagroom op de koffie lijkt me tijdens het programma niet echt nodig. Laten we vaststellen dat het bijzonder dapper is van deze dames om de vagina zelf zo in de schijnwerpers te zetten. Kort gezegd, het is zeker niet voor de poes, maar zeker wel over de poes. Linker links kan niet wachten, al belooft Loretta dat het maar een eenmalige thema aan, maar een eenmalige thema aanbod is. Dat klopt niet helemaal. Dat het maar een eenmalig thema aanbod is. Dit komt niet lekker uit de bek. Dat klinkt een beetje Mokro Street. Weet je, Mokro Street. Van die meisje gaat met die jongen naar die feest in die dorp. Die gaat in die bed liggen. Gaat die dansje doen. Maar eenmalige thema aanbod eerst. Zie hieronder ook al het bijzondere nieuws. Al het andere bijzondere nieuws. Plus de link naar Loretta. Zo, de knetter. Ja. Oh jee, dan krijgen we natuurlijk altijd weer Joran van der Sloot. Ja. Wat altijd eventjes, ja. Joran van der Sloot is nogal groot. Ja. Deze ook. Dit is ook echt heel smerig. Dit. Het vaginale, ja, aan een breder publiek. Mr. Big Dick. Ja. Dus, wat een smerig stukje tekst is dit. En dit is... kan je dit ook zien. Als je dit is dus geen kunst. Hè? Dit kan ik ook. Ja, er bestaat zoiets als naïeve kunst. En dat kost ontzettend veel tijd. En dit is gewoon in elkaar geflanst. Het is gewoon iemand die ook niet echt veel schrijft. Dit kan ook gewoon... Ik schrijf beter dan deze persoon. Dus het slaat er maar neer. Ik maak ook tekeningen in de kroeg. En andere mensen die maken ook tekeningen van mij of voor mij. Dat zijn ook allemaal kriebels. Maar dat is verzorgder dan dit. Het slaat er maar neer. En ik weet niet waar deze tekening over gaat. Doe het veilig in de El Condor. Echt gezellig. Kiss me. Nou, het slaat er maar neer. El Condor doet een beetje denken aan condoom. Het is koffie, tijd. Dat is helemaal niks. Maar het gaat dus wel maar wel gebeuren. Dus, even kijken hoor. Het gaat over de metro. Even kijken hoor. Dan gaan we hier even een klikje. Dan gaan we even akkoord. Ja, kijk, het is echt die El Boulevard. Kijk, allemaal kutjes. Oh, wat zijn ze blij met de kutjes. Oh, Loretta Schrijver. Dat is die middelste. En wie is dan Quinty Trustful? Koffietijd goes down under. Ja, geweldig. We zijn Passat Verrekening een vrouwenprogramma. We willen weten met wie we over vagina's praten en hoe. Oh, 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 oh. Dus, het woord wat me te binnen schiet is kuthomo. En hoe praat je er met kinderen over? Oh, mijn god. Nou, ik heb Loretta Schrijver. Ik ben dan Perry de Prater. Maar ik kan je wel vertellen, met kinderen hoef je het helemaal niet over seks te hebben. Want als jij naar de play geweest bent,
Dan kunnen ze echt ruiken of jij een kleine of een grote boodschap gedaan hebt, hoor. Dat snappen kinderen instant aan. Dat hoeven ze echt niet voor te waarschuwen. En die kinderen weten van zijn eigen ook wel dat, ja, dat de kleine boodschap anders ruikt dan de grote boodschap. En dan ben je ze een beetje klaar met... Oh ja, dat dacht ik al. De vagina-monologen. Die waren er toen. En Ruby Wax. Dat is allemaal geweldig. Maar het ding is... dat het helemaal nergens over gaat. Moet je eens even voorstellen dat... dat we dit gaan vertalen en zeggen we de penis 5 dagen centraal in biertijd. Het mannelijk geslachtsdeel lijkt niet het meest voor de hand liggende gespreksonderwerp voor het nachtmagazine Biertijd. Toch staat de penis 5 nachten lang centraal in intieme gesprekken die... Perry Schrijver, Henk Lalau en Karel Trustvol volgende week voeren met hun gasten in de themaweek. Biertijd gaat alsmaar omhoog! Perry ontvangt maandag in de eerste uitzending van de themaweek Karel van Praag en Peter Sandifort alias Dr. Henk om het taboe te doorbreken. Perry, ook voor ons als presentatoren geldt dat we enige gêne voelen bij dit thema, terwijl het toch een onlosmakelijk onderdeel is van ons bestaan. In biertijd praten we makkelijk over hoofdpijn of andere lichamelijke ongemakken, maar het is best moeilijk om het over penisongemakken te hebben, wat trouwens al een beetje afstandelijke omschrijving is. Toch brandt Perry van nieuwsgierigheid. We zijn per slotverrekening een mannenprogramma. We willen weten met wie we over penissen praten en hoe. En hoe noem je het dan? Hoe praat je er met kinderen over? En met je vrienden? En doe je dat besmuikt of niet? Ook wil ik graag weten of er generatieverschillen zijn. Kortom, er is veel over te praten. En laten we de pik dan maar bij haar naam noemen. Zijn naam noemen. Maar laten we dan de zeen maar bij zijn naam noemen. Perry verheugt zich al op de gasten met wie hij intimiteiten zal delen. Zo werkte Karel van Praag al mee aan de theatervoorstelling De Penismonologe. Henk Cornelissen komt en ik ben ook benieuwd naar... Maurice Wax, die mogelijk kan vertellen wat de rol van de penis is in de gevoelskwesties die hij in zijn handboek beschrijft om je gedachten en gevoelens beter te leren kennen. Bobby Eden komt ook. Hij kan het onderwerp vanuit de seksuele of pornografische kant belichten. We kunnen het hebben over modetrends. Dat allemaal maakt het best wel spannend. In gesprekken op de redactie merkte ik al dat het tussen de generaties mannen behoorlijk verschillend wordt gedacht over het onderwerp. Maar laten we het taboe doorbreken. Mannen hoeven niet met narigheid te blijven lopen naar een moeilijk moment bij de mannenarts. Laten we die momenten delen, dan kunnen we er misschien nog om lachen. Opmerkingen. Niet alleen mannen komen in biertijd langs, ook Marietje Heemskerk schuift aan in Biertijdcafé. Volgens Perry om het onderwerp vanuit het vrouwelijke perspectief te duiden. Grappend vertelt hij dat hij tv-kok... Even kijken, nou, ik moet inlichten over delicate gesprekken. Nee, hier kom ik dus niet uit. Hem kennende komt hij wel met een paar rake opmerkingen tussendoor. Loretta zegt dat Biertijd gaat helemaal omhoog...
een eenmalige themaweek wordt. Nou, dat zou toch wel kunnen, ja, eenmalige. Ja. En niet terugkeert. Ja, dat is twee keer gezegd. En we kunnen het taboe en de schaamte niet oplossen. Maar we kunnen het op zijn minst benoemen. De penis. Snap je? Was dat grappig genoeg? Maar nu even iets serieus. Dit is echt niet leuk. We nemen even stilte. Ik hoop dat jullie een beetje gelachen hebben net. Maar dan is het nu even tijd om je goed te concentreren op de ernst van het probleem waar ik het nu over ga hebben. Deze website is retekoe. Voor mij is het allemaal officieel. Zo'n website kan je als privé iemand niet even neerzetten. Dus dit heeft iemand. Het is ook echt hele lelijke taal. Ja, goed. Dus we moeten wel even erheen. Het wordt een beetje smerig allemaal. Hè? Maar als je gewoon een beetje ontspant, dan. Er zijn twee dingen in het leven. Dat is het kwade leren kennen en het goede leren doen. En begin niet met het tweede voordat je dat eerste onder de knie hebt. Want dan kan je je lelijk aan bezeren. Ik lees het even voor. De titel is: Katholieke Kerk blokkeert wet om verjaring kindermisbruik te schrappen. Ik lees gewoon even door. Ja, de nevenstaande video heeft een andere titel, maar dit is de van de dag. De voormalige Speaker of the House, Dennis Hastert, is opgepakt vanwege banking charges. Niet omdat hij de kwartaalkosten voor zijn premierekening niet betaald had, maar omdat hij 1,7 miljoen in Amerikaans monopoliegeld opgenomen had. In zulke kleine hoeveelheden, bewust onder de limieten waarop banken meldingen moeten maken om daarmee mensen zwijggeld te betalen die, toen hij ze seksueel misbruikte, wel een pennyrekening hadden kunnen redden, hebben. Wat een verwarrende tekst, hè? Nu blijkt dat de Statute of Limitations voor wederrechtelijk kinderknuffelen in Illinois 3 jaar bedraagt. Dus Dennis Hastert had alleen vervolgd kunnen worden als de slachtoffers binnen 3 jaar aangifte gedaan hadden. Trevor Noah somt vervolgens een aantal zaken op waar geen verjaring voor geldt. Echt. Maar zo'n wet moet natuurlijk veranderd worden. Het zal je verbazen welke organisatie fel tegenstander is van het opheffen van verjaring op kindermisbruik. Dus erg. Want ik bedoel, dit taalgebruik, dit vind ik, hier ben ik het niet mee eens. Ik vind niet dat je zo. Dit moet je gewoon niet schrijven. Wederrechtelijk kinderknuffelen. Dit is niet iets om grappig over te doen. Hè? En een 3, hè, die had gewoon D-R-I-E moeten staan. Daar ook. En dit moet je gewoon niet doen. Zet een uitroepen. Je kan een uitroepteken gebruiken. Maar wat hier natuurlijk wel waar aan is, is dat de Katholieke Kerk. Er zijn dus enorme schadevergoedingen betaald aan slachtoffers. Want het loopt echt in de tientallen miljoenen, zo niet honderden miljoenen inmiddels. En nu krijgen die slachtoffers dan van de Katholieke Kerk. Dat geld krijgen ze dan. Dat is natuurlijk een grap.
Ik hoop dat jullie dat begrijpen. Ze lachen ons uit. Want dat geld wat die slachtoffers krijgen, dat is ons geld. Wat wij aan de kerk gegeven hebben. En wij hebben destijds in dat tijd alsmaar geld gegeven. We hebben zij allemaal verzameld. En nu krijgen de slachtoffers, die krijgen dan een beetje poen. Even een beetje geld. Er is geen één priester gearresteerd. Er is geen één priester bij naam genoemd. Ja, Volkert van de Graaf heette destijds, ja, toen hij die moord had gepleegd op Wim Fortuyn, zoals het gezegd werd, heette die Volkert van de G. Nou, een priester die kan toch heten Peter de H. Weet jij een naam van een priester die betichtte? Ja. Die organisatie van die katholieke kerk. Kijk nog eens even goed naar deze man. Hè? Dit is Paus Franciscus de I. En wat hij op zijn kop heeft, dat noemen de Joden of de Jiddische een keppel. Ik ook hoor, ik ga altijd met een petje over straat. Hij heeft een ring om zijn vinger. Hij glimlacht er fijn bij. Het is een mooie uitspraak van George Bush. Die, hij werd gevraagd. Van, je hebt laatstelijk Poetin ontmoet. Dat is in die tijd dat George Bush nog president was. Hè. En toen je in Poetin zijn ogen keek, wat zag je toen? En toen zei George Bush, die zei, toen zag ik de ziel van Poetin. En toen was de volgende vraag, van ja, je hebt ook, en dat was toen Benedictus de 16e. Je hebt ook Benedictus de 16e ontmoet. En toen je in zijn ogen keek, wat zag je toen? En toen zei George Bush, toen zag ik God. En dat was me goed ook dat hij dat zegt. Want als hij dat niet had gezegd, was zijn kop eraf gegaan. En dan was hij John F. Kennedy. En de paus zelf is niet zo machtig hoor, echt niet. Denk maar aan Johannes Paulus de I. Dat was een paus in eind jaren 70. Die heeft 33 dagen, heeft hij dan paus mogen zijn. En toen vond zijn huishoudster s'morgens om 4:30, want die pauzen die staan hartstikke vroeg op. En die zijn voor de bouwvakkers, zijn de pauzen al naast het bed hoor. En soms een beetje samen met de bakkers, zullen we maar zeggen. Nee, de bakkers zijn misschien wel eerder, die gaan om 2:00 bakken of zo. Hè. Maar de pauze staat vroeg op. De huishoudster kwam om 4:30 binnen. En zo dood als een pier was die. En de vraag is natuurlijk van, was die vergiftigd? En ja, dat weten we niet. Want op een paus mag geen lijkschouwing gedaan worden. We hebben dat lijk van de paus, dat is heilig of zo. Ja, je mag niet kijken of die vergiftigd is. Dat mag niet bij de paus. En zo gaat die niet. Dat is een hele gevaarlijke organisatie. En dit is dan de allerleukste. Ter afsluiting. Even kijken hoor. Oh, hier begint de onderkant. Een beetje groter. Kunnen jullie meelezen. Doomsday bunkers en panic rooms niet aan te slepen voor rijke elite. En dan heb je hier een fotootje. Dit is personeelsingang. Dus hier mag het personeel naar binnen. Het is ook een beetje vreemd natuurlijk. Want kijk, op een gegeven moment als je de Doomsday hebt, dan moet die deur dus ook dicht. Dus,
mag dan het personeel door deze deur naar buiten na een jaar of zo? Dat klopt niet, hè? Dat was voor de gek gehouden. Personeelsingang. En dan die lullige camera. Ja, excuse me hoor, maar dit is mij dus echt te goedkoop. Hier zit gewoon een tie-wrap overheen. Ah, was het dan echt zoveel werk? Ja, om die camera's, om dat gewoon... Ik neem aan dat als je dus zo dadelijk in die bunker zit... En je hebt het idee dat een van mijn vrienden nog in de rondte loopt... dat je wel zou willen weten wat hier bij je voordeur gebeurt, of niet? Ja, dan moet je vooral zo'n lullig dingetje neerplanten. Akel. Hoe denk je dat wij niet snappen wat voor een aansluiting dat is daar linksboven? Die pluggen we zo uit en vervangen we gewoon door een andere camera. En dan krijg jij een videobeeldje te zien waar je denkt... Oh, alles gaat goed met mijn voordeur. Ja, het ziet er al net zo uit als vorig jaar. Je krijgt gewoon dezelfde film van vorig jaar. We hebben één jaar lang hebben we gewoon alle beeldjes gesampled. En die zetten we weer op het kabeltje. En in die tussentijd hebben wij even geanalyseerd hoe die deur in elkaar zit. En dan komen we er binnen natuurlijk. Dan zeggen we, hallo. Ik kan dus niet. Ik zou hier als biljonair niet voor betalen. Hier geloof ik niet in. Ik zeg minimaal eisen dat het... Ik wil gewoon niet zo... Ik wil gewoon hier in die paal... Daar wil ik eigenlijk gewoon... Daar aan de voorkant wil ik gewoon een gat. En dat moet er gewoon echt heel dik, vet glas zijn. Van ja, kwaliteit autoruit of zo. Echt dat je dat echt tegen een stootje kan. En als je het kapot maakt, dat je het ook in één keer ziet. Dus je moet onmiddellijk weten als die camera vernietigd wordt. En hier moet gewoon die paal staan, er moet gewoon die camera in. Dat blokje hier kan helemaal weg. Dat kan allemaal naar binnen. Die dwarsbalk heb ik ook helemaal niet nodig. Ik wil gewoon hier een zware ruit van ja, iets van 120 graden, 160 graden, 180 graden hoeft niet. 160, 120 graden of zo. En gewoon een vette Hasselblad erin. Een goede sensor. En dan niet per se van aluminium. Want als je toch al een dure sensor koopt, dan maakt het ding dan gewoon van... voor mij heb het een kunstwerk van. Dat iemand die aankomt wandelen gewoon denkt, oh, dat is dat geworden kunstwerk. En niet dat hij in de gaten heeft dat er een bewakingscamera staat. Ja, het zijn maar kleine dingetjes hoor. Maar het zijn wel de kleine dingen die het hem doen, hè. Volgens journalist Lynn Paramore laten steeds meer superrijken zogeheten panic rooms in hun huizen aanbrengen en kopen ze delen van ondergrondse schuilplaatsen op. Dit omdat ze verwachten dat sociale onrust, oorlog en natuurrampen aanstaande zijn. Ja, dit is dus allemaal volgens journalist Lynn Paramore, hè? Dus dit is dus een verhaaltje, we hebben net al gehad over de Nurk. En die citeerde alleen maar de Telegraaf. Dus die journalisten doen helemaal niks. Hè. Die zitten er al een beetje op elkaar te kijken. En iemand heeft dan iets leuks geschreven. Oh, neem ik het over, noem ik je naam. En is goed man, handje klop. Maar goed, Lynn Paramore heeft het allemaal dus gedaan. En dat ging dus vooral omdat sociale onrust, oorlog en natuurrampen aanstaande zijn. Dit heeft ze natuurlijk gebaseerd op een sociaal onderzoek, mag ik aannemen. Ze heeft dus een enquête gehouden en die enquête heeft ze gehouden onder gewoon het random gekozen rijken. Hè? En dan heb je over superrijken in Europa of superrijken in, nou, dan moet je ook een beetje ja, continent benoemen. Ja, het vervelende ding, ras. Hè? Want, ja, zijn de Aziatische rijken meer banger dan de negerrijken? Je hebt ook neger superrijken, hè? Zoals Idi Amin, dat was er eentje. Hij was superrijk, die man. Hè? Maar wel neger. Hè? En hoe is het dan verdeeld? Hè? Maar er heeft dus Lynn Paramore, maar er was ook een journalist. En die heeft dus onderzoek gedaan. En waarschijnlijk is Lynn Paramore, die is gewoon sherry gaan drinken of zo. Gewoon die sherry gaan drinken in Monaco. Zo. En toen ging ze daarna sherry drinken in Florida.
En toen ging ze sherry drinken in. En toen lustte ze geen sherry meer. En toen is ze overgeschakeld. Toen ging ze gewoon spaarrood drinken. Maar dan moest ze iedere keer zo boeren. Toen is ze weer sherry gaan drinken. Ja goed, maar ze ging. Paramore ging in de VS ondergronds. Om een grote bunker in Indiana te bekijken. De extreem luxe schuilplaats. De Ritz-Carlton of Doomsday Shelters. En kloppen die quotejes? Ja, die kloppen. Is van alle gemakken voorzien en heeft een ziekenhuis en bewapende bewakers. Wie er terecht wil, betaalt tussen de $35.000 en $3 miljoen. Oké, nou. $35.000 eenmalig. Excuse me. Dan wil ik er ook wel naartoe. En wat krijg ik er allemaal voor? Of is het dan zo van, je koopt een kaartje voor $35.000. En je gaat er natuurlijk niet naartoe, want er is nog helemaal geen natuurramp momenteel. De sociale onrust. Ja, het is een beetje waar je nou eigenlijk problemen mee. Volgens mij hebben we helemaal geen sociale onrust. We hebben altijd van die eikels onder ons. En oorlog. Nou, dit is volgens mij is het niet zo gek veel oorlog momenteel. Maar. Dus ja, niemand wil momenteel die bunkers in. Hè? Maar, dus dan koop je eens een kaartje voor $35.000 en $3 miljoen. En dan heb je dat al. Dat is wel eventjes 1000 keer zoveel. Nee. 100 keer. Nou, 300 keer zoveel. Dat is wel denk ik een groot verschil. Maar goed, en voor die $35.000, wat krijg je daar nou voor? In Duitsland bevindt zich de grootste schuilplaats op aarde, de Europa One, die 283.000 vierkante meter beslaat. Ja, dat gaan we zo dadelijk even uitrekenen. Veilig verstopt in een berg hoeft niemand bang te zijn een eventuele apocalyps niet te kunnen overleven. Wie er schuilt, kan zeker nog een jaar in leven blijven. Oké, dus, en wat ik heb dus momenteel, heb ik zeg maar, alles bij elkaar, ik heb 100 vierkante meter. 10 bij 10. Dus, inclusief balkons. En ik heb nog een box. Ja, 10 bij 10. 100 vierkante meter, dus ik heb 100, dus doe ik 283.000 gedeeld door 100 en dan hou ik over 2830 mensen. Ik heb 100 vierkante meter met mijn toilet en alles. Dus dan moet het gewoon 2 nullen af. En dan hou je over 2830. Ja. 2830 mensen kunnen erin. Zo. Maar dat is een hoop. Daar kun je wel een feestje mee bouwen hoor. 2830 mensen. Europa One. Nou. Veilig verstopt in een berg. Hoeft niemand bang te zijn voor een eventuele apocalyps. En dan kan je zeker nog een jaar in leven blijven. Okidoki. Zeker nog een jaar. Ja, daar zou ik eigenlijk. Daar zou ik contractueel geen genoegen mee nemen. Maar. Met ultimate security, ultimate protection, ultimate comfort maakt Vivos, de maker van de Europa One, reclame. Mensen voelen aan dat er een wereldwijde levensveranderende gebeurtenis op handen is. En we kunnen geen voorspellingen doen, maar we kunnen ons wel voorbereiden. Staat er op hun site. Ja. Dit is een sprookje, snap je het niet? Dit is helemaal niet waar. Wat er wel waar is. Dit.
kan ik jullie echt heel veel over vertellen. Want dat is echt waar. Dat gezeur wat mensen allemaal hebben van... Oh, het internet, dit is een hele grote verandering voor de samenleving in de lol. Dat is al een beetje gezeur natuurlijk. Het is aan de andere kant ook zo dat het is. Het is een grote verandering. En er komt... Dat staat allemaal prima in de Bijbel. Daar kan je echt aan vastklampen. En die veranderingen komen. En we weten alleen niet wanneer. Dat is het enige wat we niet weten. En voor een bepaalde manier, of tot op zekere hoogte, zitten we pas in het boek Genesis. Dat we ons Adam en Eva probleem nog moeten oplossen. Komt tijd, komt raad. Dus ik neem afscheid. Tjus.